Fidan Ekiz lijkt het lastig te vinden om naast Jeroen Pauw haar mannetje te staan in de talkshow op 1. Maar ook op liefdesgebied blijkt de Turkse schone het moeilijk te hebben. Fidan Ekiz, 43, is alweer een tijdje vrijgezel en daar lijkt voorlopig geen verandering in te komen. De presentatrice blijkt nog maar nauwelijks bekomen van haar scheiding van journalist Wiert Duuk, 60. In Story bracht Fidan destijds het scheidingsnieuws naar buiten, mijn man en ik liggen in scheiding. Die beslissing hebben we pas kort geleden genomen, dat is heel verdrietig. Na 3 jaar heeft Fidan nog altijd moeite met de breuk van de vader van haar zoontje Ferhan, 6, die ze ziet als een nederlaag. Ik heb jarenlang last gehad van het picture perfect syndroom, vertelt ze in Jan. Vader, moeder, kinderen, zo'n gezin wij tegen de rest van de wereld moest ik ook stichten. Dat is mislukt, ik zal hier niet gaan uitweiden over aan wie zoiets ligt, maar ik heb zeker het gevoel dat ik heb gefaald. Dat wil je niet voor je kind, ik verbaas me erover hoe snel sommige mensen na een scheiding weer in een nieuwe relatie terechtkomen. Hoe doen ze dat, ik heb echt het gevoel dat ik opnieuw moet leren lopen. Apostrof.